jullie met elkaar beleiden dat de doop inderdaad over twee dingen gaat. Over ondergaan en opstaan. En dat dat uiteindelijk ook gaat over jullie zoon Germijn. Namelijk dat hij van zichzelf in dit leven in feite slechts kan ondergaan. Maar dat hij in verbondenheid met Jezus deelt in die overwinning op de dood. En daarom nu al een nieuw leven ontvangt. Dat is vraag 1. Tweede vraag is of jullie het leer van de Bijbel geloven, van het Oude en het Nieuwe Testament. En ook echt geloven dat die leer iets anders is, een verschil maakt tussen alle religies en wereldbeschouwingen, de enige en de echte leer van de verlossing is. En de derde vraag die ik jullie wil stellen is of jullie voor mij, als die groter wordt, ook echt zullen opvoeden in het onderwijs van Jezus. En of jullie dat zelf zullen doen en ook anderen daarvoor zullen inschakelen. Zodat hij op een dag, als hij groter wordt, ook zelf kan zeggen, ik geloof in God en ik wil Jezus volgen. Ik begin bij jou, Marjan. Wat is er op jouw antwoord? Ja. En Gerber, wat is er op jouw antwoord? Ja. Dank jullie wel. Ik heb nog één vraag. Korter. En die vraag wil ik stellen aan jullie. Als je je beschouwt als behorend tot de grote familie van Gerber en Marjan, de familie van God. Als jullie met Gerber en Marjan op die manier verbonden voelen, geloven jullie dan dat wat zij hier zeggen door jullie zal worden gedragen en ondersteund voor zover dat in jullie vermogen ligt en ook op jullie weg komt? Als je daar ja op wil zeggen, zeg dan dat als ik vraag wat is dan op jullie antwoord? Ja. Dank jullie wel. Goed opletten allemaal, het is zo voorbij. Gaan we nu mee. Zorg dat je erover uitkomt. Germijn, Jonathan, heet. Ik doop je in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. En we hebben het beeld. Zullen we met elkaar God danken en bidden voor een moment? Bidden jullie mee?